En bij een bekende krabben- en fruitverkoopstand aan de highway heeft zich vanochtend een misdrijf voorgedaan. De politie kreeg omstreeks 16:30 een melding dat er personen op de grond lagen bij de stand. Ter plekke trof de politie de ontzielde lichamen van twee manspersonen aan. Onze nieuwsdienst nam een kijkje en brengt u het volgende verslag. Deze bloedsporen zijn de stille getuigen van een moord, een roofoverval die gisteravond hier heeft plaatsgehad. Bij een van de stands hier langs de highway. Wij zijn meegedeeld dat twee wachters gisteren zijn vermoord hier. Waarschijnlijk ging het dus echt om een roofmoord. En daarover gaan we praten met iemand die hier deze stands beheert. Ja, dus we gaan praten met meneer Ben Naipaal. Wat is uw betrokkenheid bij het geheel hier? Ik ben voorzitter van de Sittevaart Naipaal. En dit is een van onze projecten die we ondersteunen. Omdat dit eerst eigenlijk, het staat bekend als een krabbenstand, maar het is een markt toch? Fruit, vis, garnalen, noem maar op. Het was eerst een krabbenstand toch? En door onze ondersteuning toch, is het vandaag uitgegroeid dat er vandaag aan de dag zeker meer dan 10 mensen, 10 huishoudens, een broodje kunnen verdienen. En daar was ik trots op toch? Wat is hier gebeurd gisteren? Vanochtend. Precies, natuurlijk weet ik niet. We moeten even afwachten op de politieonderzoek. Maar rond 6:00 in de ochtend kreeg ik een melding dat er twee lichamen liggen onder de tent die geen teken van leven vertonen. Dus natuurlijk begrijp u, gehold, die poos goed te komen nemen. En dan zag ik af van verte dat de Martin Luther King was afgesloten. Bijna rond de 15-20 proefwagens. Dan wist ik al dat iets ernstig aan de hand is. En aangekomen, dan begreep ik dat het ging om twee burgers die de nachtdienst hadden, toch? Dat zijn twee wachters, security mensen, toch? Die ervoor zorgen, veiligheid en zo, van de tent. En wat er natuurlijk gebeurd is, weet ik niet. Het is afwachten op politieonderzoek. Maar er was wel veel bloed, hoor ik. Nou, we hebben van verder gekomen, want niemand mocht binnen gaan, toch? Iedereen werd op afstand gehouden. Maar blijkbaar forensisch materiaal te collecteren, toch? Dus wat wij hebben gezien, toch? Dat leken zijn weggedragen, ja. Toch? De lekenwagen, begrijp je? En die leken die zijn weggedragen, waren twee personeel of twee security mensen die hier de nachtdienst hadden. Maar u zegt, u weet niet precies waarover het gaat. Maar denkt u dat het een roofmoord is? Hebben mensen hier geroofd of geprobeerd te roven? Mevrouw, speculeren is gewoon gevaarlijk. Speculeren zeggen gokken en gokken doen we alleen in een casino. Weet je? Dus, nee, maar zijn er dingen, vermist u dingen hier? Inmiddels is het natuurlijk vrijgegeven. Het is rond tussen 4 en 5 uur in de ochtend. Het heeft plaatsgevonden tussen rond 4 en 5 uur in de ochtend. En, wat ik eerder zei, dat de politie al hier aanwezig was, ze konden niet binnen gaan, toch? Maar beroevingen, ja, cash is er niet, toch? Cash wordt meegenomen. Dus er is fruit, vis en zo. Maar ik bedoel, er gaan niet twee mensen vermoord worden, of fruit, of vis, of garnalen. Naipaal geeft aan dat het personeel zich niet onveilig voelt, maar ze zijn geïrriteerd. Omdat de politie in het verleden een lakse houding had wanneer er berovingen werden gerapporteerd. Toen je nodig had, was je niet te zien of zo, begrijp je? Maar ja, je weet hoe mensen kunnen denken en zo. Maar ik heb er voorbeeld geen probleem mee. Dus dan moeten we het onderzoek afwachten, hè? Ja, natuurlijk, toch? Maar wat er ook gebeurd is, toch? Weet ik niet. Maar het belangrijkste is, die burgers die werken, niet meer leven. Dat al erg is, toch? Wat er ook mag zijn, maakt niet uit. Twee burgers die overleden zijn, toch? Misschien zaten ook gezin of zo, sowieso, een familie toch, die sowieso nu pijn hebben. En dat is vreselijk. En daarom eigenlijk, het is rond die ochtend gebeurd, de politie heeft het vrijgegeven. Maar we hebben stand niet dingen geopend, dus het is dichtgehouden. Alleen op basis van respect, twee burgers zijn overleden, uit respect. Ben Naipaal, voorzitter van de stichting Naipaal. We spraken hem naar aanleiding van de moord op de twee wachters van de bekende krabbenstand aan de highway. Intussen heeft de politie een verdachte opgepakt. De man liep in de Menkendamweg niet ver van de stand.
Hij rende weg toen de politie hem tegemoet reed en gooide een zak over een schutting. In de zak bevonden zich onder andere scherpe voorwerpen. De man is een oud bekende van de politie die eerder voor ernstige strafbare feiten in de gevangenis heeft gezeten.